Racemakkers, proost jongens. Dankjewel voor het duimen. Dankjewel voor het abonneren op onze YouTube. We zitten hier gewoon aan de 0%. Want we zijn aan het simmen. We komen bij elkaar. Eerste seizoen zit erop. Dankjewel natuurlijk voor iedereen die meegedaan heeft. En jullie die er gekeken hebben. En we gaan even twee nieuwe gasten voorstellen die het komend seizoen mee gaan doen. Met deze 0% kun je gewoon simmen. Ga mee, gaan we even kijken. De RL Racing Pitbox. Er staan driedimensionale sims. En hier zie je bijvoorbeeld een van onze nieuwe talenten, Rashid Finch. Hallo. Rashid gaat meedoen dit seizoen. Spannend, heb je er een beetje zin aan? Ik heb er heel veel zin in. Ja, ja. Best een beetje spannend wel, hè? Intimiderend wel. En hier staat een van onze oude grijze duiven. Die heeft het hele seizoen meegedaan. Echt een groot talent. Het was een grote eer om dit illustre gezelschap deel te mogen nemen. Toen ik jou belde, van doe je mee met de racemakkers? Klopt dat een beetje, wat ik had gezegd? Is een beetje gek doen rijmen met een paar vrienden, toch? Nou, maar het leuke is, als je eenmaal in zo'n stoel zit, ga je toch heel serieus te werk. Want je wil toch serieus een rondje rijden. Ja, het klinkt heel raar dit. Ik heb echt mijn best gedaan! Ja, ik heb echt mijn best gedaan! Ja, hij is natuurlijk onze meester, hè? Heb je ons wel kunnen leren eigenlijk? Nou, dat valt er wel mee. Jullie hebben mij wat geleerd. dit is niet mijn ding, hoor. Maar wel leuk. Ja, superleuk. We hebben toch zoveel plezier met elkaar. Vooral de gehouden hoor, de koptelefoon van al die mensen. Al die... Dat is echt leuk. En hier zit ons nieuwste talent. Ja. Hij gaat ook meedoen. En die van de meiden. Kijk hem eens even gaan. Kijk hem. Oh, die met die camera. Ja, het is gelukt. Kijk, dat is nou jij. Dat is racemakers. Wel met die camera, wat gek. Dat is natief, racemakers. We gaan een beetje gek maken zo in het hoofd. Hè? Oh. Ga je lekker, jongen. Dat zweet is niet normaal. En de racemakers zijn natuurlijk niet alleen maar oude lullen, maar kijk even, hij zit heel stiekem in het hoekje heel hard te racen. Dit is onze jongste racemakker. Kijk eens even. Renéetje Lammers, hij is de allerjongste, maar wel een van de leukste. Nou, iedereen is er. Dus we kunnen beginnen zeg maar met deze leuke avond. Het is klaar. Het eerste seizoen zit er nu definitief op. Je hebt het gehoord wat we allemaal gaan doen. Nieuwe plannen, nieuwe kansen, nieuwe rondes, nieuwe deelnemers. Ik hoop dat jullie blijven kijken. Hou onze socials in de gaten natuurlijk. En blijf die duimpjes en blijf liken en blijf je abonneren. Tot volgend seizoen, racemakkers!